Onlangs afgestudeerde studenten aan de Artes in Arnhem exposeren op dit moment hun producten aan de Walstraat 60 in Arnhem. Met de tentoonstelling hopen de designers hun product aan de man te brengen. Tot 2 februari kunnen geïnteresseerden de expositie bezoeken. Nou, wij exposeren hier omdat wij zijn afgestudeerd van de Academie Artes, productdesign. En daarom hebben wij hier een expositie met z'n drieën. Hoe werkt het product precies? Ik heb eigenlijk een systeem bedacht voor het inklappen van mijn krukken. En in dat systeem kun je allerlei flexibele materialen klemmen. En ik heb dan 4 huiden gebruikt en een kabertje. En die kun je ertussen klemmen en zorgt eigenlijk voor de complete constructie en de uitstraling van de krukken. En zijn er al veel geïnteresseerden hier langs geweest die er wel iets in zagen? Ja, ik hoor heel veel positieve reacties, eigenlijk bijna alleen maar. Dus dat is wel heel erg mooi. Ik heb een collectie woonaccessoires ontworpen, bestaande uit een staande lamp, een bureaulampje, een krukje, een kaarsenstandelaar en een vaasje. En hoe kwam je bij dit idee om dat te gaan ontwerpen? Tijdens de studie heb ik een manier van ontwerpen ontwikkeld. Ik noem het house browsing. En bij house browsing start ik vanuit bestaande producten en daaruit probeer ik nieuwe producten te ontwerpen. En heb je al veel enthousiaste reacties hierover gehad? Ja. Donderdag was de opening en toen hebben we ons diploma gekregen. En er zijn allemaal mensen langs geweest en uitgelegd. Dat was heel leuk om dat te doen. Ik heb een collectie van 4 schoenen en 4 handschoenen ontworpen. Met als uitgangspunt vrouwelijke elegantie en echt overdreven voetstanden. Zoals eigenlijk alleen een danseres kan maken. En zijn er al veel geïnteresseerden hier langs geweest? Die er wel iets in zagen? Vooral als ik het echt uit ga leggen waar mijn schoenen vandaan komen. Bijvoorbeeld mijn pump. Die eigenlijk een heel raar neusje heeft. Heel veel mensen denken van nou heb je een haai als uitgangspunt gehad. Zodat ik uit ga leggen dat het echt van die danseressen afkomt. En dan is het oh, op die manier.